Welkom allemaal bij een nieuwe interview van Room for Discussion. We zitten vandaag in de Amstwoning. Want drie jaar geleden werd ze aangesteld als eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Vorig jaar sprak ik haar aan op het Rokin om een interview af te nemen. Ja. Herkent u me nog? Ja, nou herken ik je. En een jaar later zitten we er. Duurt bij mij altijd even. Ja, nou hartelijk dank dat we hier mogen zijn. Burgemeester Femke Halsema, welkom. Tenminste. Ja, ik zou zeggen, jullie welkom. Welkom bij Room for Discussion en nou, ja. Bij hier. Ja. Hoe gaat het met u? Goed. Ja? Ja. Beetje coronamoe, maar ik zal de enige niet zijn, denk ik. Daar zullen jullie ook last van hebben. Nee, dat klopt. Ja. Ben je al naar het terras geweest? Gisteren even. Kijk. Ja, heerlijk was het. Gewoon weer andere mensen op straat zien en een glaasje wijn drinken op een terrasje. Echt. Ja, maar gisteren was de eerste keer. Huh? Gisteren de eerste keer. Ja, maar dat heeft er meer mee te maken dat ik dan gewoon te druk was. Maar gisteren, omdat het allemaal langer open zou zijn, wilde ik wel even. Alleen toen gebeurde er wat in Noord. Dus toen was het ook vrij snel weer afgelopen. Ja. Naar welk terras gaat u het liefst? Nou, gisteren was ik even bij de Noordermarkt. De Noordermarkt? Ja, naar winkel 43? Ja, daar was ik even. Ja. Dat klopt inderdaad. En de lekkerste appeltaart van bij Boca en de Blaffende Vis. Oh ja. Dus ik heb een kleine kroegentocht gedaan. Kijk. Maar dat komt ook omdat die ondernemers, die hebben het gewoon zo moeilijk gehad de afgelopen tijd. En daar hebben we best veel contact mee gehad, omdat de markt voor de deur was. Ja. En het werd eigenlijk voor de hele buurt werd het een soort open café. En zij waren alsmaar bang dat ze gesloten zouden worden. Ja. En ze hebben dat hartstikke goed gedaan. Dus ik wou ze ook gewoon even bedanken. Ja, nee, dat begrijp ik. Toen kwam het ook tot een einde. Want gisteren was het een vervelende gesprek. Nou, ik ben wel iets eerder weggegaan dan gepland. Want er gebeurde nogal wat in Amsterdam-Noord. Ja. Ja. En dan bedoel ik even voor diegenen die niet opgelet hebben... De overval op het geldtransport, op het waardetransport. Ja. Bent u dan gelijk in contact met de politie? Ja. Ja, direct. Ja. Met de driehoek. Ja, ik wist het vanaf 2:00 middags. En, ja. Ja. Ja, ja, of vanaf het moment ongeveer dat de politie geactiveerd was. Ja. Ja. Maar goed, we zitten hier nu eindelijk na... Nou ja, we hebben met Room for Discussion, dat is wel een grappig detail voor de kijker. We proberen burgemeester Halsema al 12 jaar uit te nodigen. Echt waar? Ja. Eerst bij GroenLinks. Eerst bij GroenLinks en toen daarna als burgemeester van Amsterdam. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd? Heeft u daar enig idee van? Nee. Ik schaam me natuurlijk wel een beetje. Ik wist ook niet dat jullie me zo vaak hadden uitgenodigd. Hoe komt het? Druk? Ja. Tuurlijk. Nee, we zijn ook heel blij dat we er nu zijn. Maar u zei het al, u bent een beetje coronamoe. U bent de afgelopen tijd wel veel in het nieuws ook geweest... om u ook wel hard te maken voor de andere keerzijde eigenlijk van corona. U heeft een coronateam opgezet. Of in ieder geval zo'n sociale werkgroep bij de eerste golf. Ja. U heeft zich hard gemaakt voor het heropenen van de terrassen. Denk vooral aan jongeren. Dat heeft u vaak gezegd, ook bij Nieuwsuur. Ja. Hoe kan het dat u eigenlijk zo'n andere kant belicht... dan wat wij vaak horen van de regering en van wat er wordt gezegd door het kabinet? Nou, weet je, ik sta niet tegenover de regering daarin. Want ik ben het ook met ze eens dat de volksgezondheid natuurlijk echt op één staat. Maar Amsterdam is een stad, bijna 900.000 inwoners. En daarvan zijn er 225.000, dus bijna een derde, beneden de 25. Dus we hebben een hele jonge stad. Heel veel van die jongeren wonen klein. Jullie hebben waarschijnlijk ook geen landgoederen in de stad. Nee, meer postzegeltjes? Nee. Een kleine postzegeltjes, zonder balkon ook nog vaak. Zeker. Ja. Nou, dat geldt voor heel veel kinderen en jongeren in Amsterdam. En dan wordt op een gegeven moment de last wel heel zwaar van corona. Het is toch makkelijker als je ergens een huis met een voor- en een achtertuin hebt... en je kan nog eens rustig bij elkaar buiten gaan zitten. Maar dat geldt gewoon voor de meeste jongeren niet. En wat ik zag, was dat het leed onder jongeren echt te groot werd op een gegeven moment. Waar zag u dat dan aan? Psychische problemen die jongeren hadden. Weet je? Een toename bij hulpverleners zagen we het. Er heeft natuurlijk een jongen zelfmoord gepleegd in Amsterdam, Pepijn Remmers. Ja. Dat was ook een echt gruwelijke wake-up call natuurlijk. En ik hoor het ook van scholen en van anderen. Als lokaal bestuurders zijn natuurlijk eigenlijk heel dichtbij mensen. Dus ik kreeg ook heel veel signalen door. Dus u heeft dan een andere informatiepositie dan het kabinet? Ja, natuurlijk. Ja. En dat is ook best wel eens voorwerp van discussie geweest. Omdat je merkt dat het kabinet zich heel sterk baseert op modellen en op wetenschappelijke modellen. Dat steunen we ook. Hè. Ik verzet me daar niet tegen.
Maar ik heb het wel vanaf het begin eigenlijk al nodig gevonden om de andere werkelijkheid die er ook is, ernaast te plaatsen. Ja, maar eigenlijk is dat best wel interessant, want het kabinet, dat hoort verschillende facetten van een crisis te belichten, toch? Ja. Het hoort niet alleen maar naar IC-cases en besmettingen te kijken. Heeft u dan het idee dat uw macht of uw invloed op het publieke debat en op het debat wat misschien binnen het kabinet intern plaatsvindt toch wel groot is geweest als het gaat om die andere kant belichten? Zou dat echt vooral komen door die lobby en die campagne vanuit de burgemeesters? Ja, en laat ik daarbij vooropstellen, dat deed ik bepaald niet in mijn eentje. Dus ja. We hebben een sociale werkgroep opgericht. Dat was wel mijn initiatief. Ik denk al direct na de eerste lockdown. Maar daar zat bijvoorbeeld ook minister Grapperhaus en minister Koolmees zaten daar ook in. Dus het kabinet was ook wel degelijk op zoek naar hoe toch meer aandacht te krijgen voor de sociale pijn. En niet alleen onder jongeren, maar bijvoorbeeld ook onder heel veel mensen was met kleine inkomens, ZZP'ers die hun werk kwijtraakten, ondernemers. En dat heeft eigenlijk al heel snel geleid tot aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld om schulden te verminderen. Er zijn best wel veel stappen gezet. En ik heb bijvoorbeeld met Mariette Hamer van de SER en een aantal anderen, ook een ziekenhuisdirecteur, ik denk, 4-5 maanden geleden, heel erg gewezen op de problemen onder jongeren. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat niet alleen de middelbare scholen open gingen, maar ook versneld, in ieder geval de onderste lagen van het mbo. Ja. Omdat dat ook vaak om minderjarigen ging. Het rekening houden met jongeren niet alleen tot 18, maar eigenlijk tot 27. Omdat ze vaak in vergelijkbare omstandigheden verkeren. Dat ze enorme behoefte hebben om te kunnen sporten. Om elkaar af en toe toch te zien. En ik denk wel dat daar meer aandacht voor is gekomen. Ja. Zijn uw taken ook veranderd tijdens corona? Ja, heel erg. Ja? Ja. En dat heb ik niet even leuk gevonden. Nee. Als je het grof zegt, kun je zeggen dat het burgemeesterschap eigenlijk in tweeën uiteenvalt. Er is de taken van de openbare orde en de veiligheid, de handhavingstaken zijn dat. Het zorgen dat het beheersbaar blijft in de stad. Maar er is ook de burgermoedertaak. Het aan de kant staan van mensen, ze helpen. Bijvoorbeeld wethouders wijzen op de sociale problemen die er in een stad zijn. En wat ik ingewikkeld heb gevonden in corona was dat de bevolking in nood raakte. Een belangrijk deel van onze bevolking had het moeilijk. En ik werd steeds meer teruggedrukt op die taken van beheersing en handhaving en repressie. En het was natuurlijk ook nodig. Hè? Mensen moesten 1,5 meter afstand houden. Er mochten geen duizenden jongeren rond het beeld van Vondel staan. Maar er kwam wel sterk de nadruk daardoor te liggen op repressie, terwijl je ook aan de kant van mensen wil staan. Eigenlijk wat meer van de zachte kant. Vindt u het leuker? Ze horen allebei. Ze horen hand in hand te gaan. En op het moment dat je bevolking in nood is, wil je ook aan de kant van mensen kunnen staan. Nou, door corona was ik ook veel vaker thuis dan me lief was. En zat ik altijd in Zooms, zonder dichtbij mensen te kunnen zijn. En heel veel ontmoetingen die je normaal hebt, die had je niet meer. Ik was bijvoorbeeld gewend om eens per maand in een buurthuis in Zuidoost met een groep vrouwen te praten over hun leven, hoe het met ze ging, dronken we koffie, aten we taart. En dat viel allemaal weg. Ja. Dus ik miste ook informatie gewoon uit de stad, terwijl ik die graag had willen hebben. En het gaf me ook niet de mogelijkheid om mensen af en toe te troosten, terwijl er een grote behoefte aan troost was. Hoe komt u dan aan die informatie als je niet meer op bezoek kan gaan? Krijgt u dat dan via Zoom? Of? Via al die Zoom-vergaderingen die we hadden. Ja. En die zijn er wel heel veel geweest. Ik kan me even echt heel ontroerende vergaderingen herinneren. We hebben op een gegeven moment onderzoek laten doen in welke mate corona vaker voorkwam bij migrantengroepen. Mm-hmm. En daar kwam uit dat anders dan iedereen dacht, het onder de Turkse en Marokkaanse bevolking eigenlijk hetzelfde was als onder de van oorsprong de witte Amsterdammers, zo zeggen. Maar er was één groep die er enorm uitsprong en dat was de Congolese bevolking. En toen heb ik in de Zoom een gesprek gehad, ik denk met wel 20-30 voorgangers in de Congolese gemeenschap. En mensen waren ook heel geëmotioneerd. En vanwege de risico's die ze liepen, maar ook omdat ze het stigmatiserend vonden. Nou, zo'n gesprek is geëmotioneerd, dan is de Zoom wel lastig. Ja. Maar het is wel goed om ze te hebben. Ja, we hadden het net al even over die twee taken die je hebt als burgemeester. Dus de openbare orde en de veiligheidsregio en de driehoek. En dus de burgermoederkant, de meer zachtere kant. Ik denk dat
wat ik me kan voorstellen is dat het heel lastig is bij zoiets als demonstraties en protesten. Dus bijvoorbeeld bij die Black Lives Matter protesten liet u zich heel erg zien als de burgermoeder. En u stond erbij en u stond ernaast. Maar bijvoorbeeld bij die coronademonstraties werd er best wel hardhandig opgetreden natuurlijk. Vindt u dat ook lastig om daar een afweging in te maken? Van had u eigenlijk ook het liefst bij die coronademonstraties gestaan om daar steun voor de grondrechten van mensen? Ja. Nou, laat ik als eerste zeggen, de Damdemonstratie is natuurlijk gewoon niet goed gegaan. Hè? Nee, dus het is niet zo dat wij daar nou met grote tevredenheid op terugkijken. Dat is bepaald niet het geval. Tuurlijk. Wij hadden politieinformatie waaruit bleek dat er 250 mensen zouden komen. Ja. Hadden daar ook eigenlijk onszelf op ingesteld. En waren vervolgens totaal overvallen door de enorme hoeveelheid die er was. Bovendien kwam ik daar niet om steun te betuigen, maar ik heb daar even met de politie staan praten. En dat doe ik heel vaak bij demonstraties, om na te gaan hoe het liep. Want ik ben bijvoorbeeld, de boeren hebben in Amsterdam gedemonstreerd, ben ik wezen kijken. Extinction Rebellion heeft gedemonstreerd, ga ik kijken. Dus ik doe het vaker. Ja. De coronademonstraties, daar hebben wij in het begin zeker hard op moeten ingrijpen. De reden daarvoor was, dat heeft niks met de onderwerpen te maken, dat heeft niks te maken met sympathie of antipathie, maar omdat er politieinformatie was dat er mensen tussen zaten die geweld wilden gaan gebruiken. En daar ook op grote schaal natuurlijk de 1,5 meter geschonden werd. Ja. Maar natuurlijk niet iedereen in dat protest had natuurlijk wapens bij zich. Nee, zeker niet. Vindt u het dan niet lastig om, tenminste dat lijkt mij heel lastig, om dat je dan tegelijkertijd eigenlijk ook de stem van de vreedzame demonstrant onderdrukt? Hoe denkt u daarover? Nou, kijk, het ingewikkelde bij corona is geweest, is dat wij natuurlijk heel veel grondrechten, vrijheidsrechten van mensen hebben beperkt. Ja. De avondklok vind ik nog het meest treurige voorbeeld daarvan. En dan kun je nog zeggen, het was nodig voor de volksgezondheid. Voor demonstratierecht gold dat ook. Bij die coronademonstraties speelde in eerste instantie dat we hard moesten optreden vanwege geweld. Maar als je kijkt over een loop van 3 maanden, hebben we het geweld eigenlijk steeds meer naar achteren kunnen duwen. Is er eigenlijk steeds minder. En hebben we steeds meer ruimte kunnen geven. Wat ingewikkeld daarbij was, was dat mensen consequent de coronaregels schonden. Omdat ze er natuurlijk tegen waren. Ja. En ik het belangrijk vond dat mensen op konden komen voor hun vrijheid. En zeker omdat ze daar tegen het beleid stonden te demonstreren, dat het meest dominant was op dat moment, wil je ook dat mensen daar ruimte voor hebben. Maar ik ben ook een uitvoerder van die coronaregels. Dus wat wij zondag na zondag hebben gedaan, is de situatie beoordeeld. Ik heb nu, geloof ik, zo'n 3 maanden elke zondag op het politiebureau gezeten. En dan hebben wij drones erboven hangen. Ja. Waarbij wij gewoon heel secuur kijken, vinden we het nog doenlijk? Hoeveel mensen staan er? Hoe lang staan ze? Hoe erg schenden ze de regels? Dat is anderhalve centimeter erachter. Nee, maar we hebben ook heel vaak niet ingegrepen. Ja. En dan hoorden we bijvoorbeeld van mensen ook weer terug, waarom laten jullie het gaan? Want het is alsmaar tussen de duivel en de diepzee door. Je hebt een grote groep mensen die vindt dat je er verantwoordelijk voor bent dat mensen op de IC terechtkomen. Ja. Als je te veel laat gaan. En je hebt een hele grote groep mensen die vindt dat je hun grondrechten niet serieus neemt, omdat je het niet laat gaan. Ik wil het nooit goed doen, in die zin. Nee, dat hoort kijken. Ik ben geen slachtoffer daarin. Nee. Dus ik voel mezelf niet zielig. Maar het is wel goed, denk ik, om het dilemma te schetsen. Dus wat wij eigenlijk week na week hebben gedaan, dat is de situatie beoordelen. En naarmate de besmettingen iets minder werden, zijn we daar iets meer ruimte aan gaan geven. En inmiddels, daar kunnen de coronademonstranten van meepraten. We hebben een demonstratie lopend door de stad toegestaan, waar heel veel mensen bij waren. En waarbij, als ik eerlijk ben, niet consequent de 1,5 meter afstand werd. Ja, maar gelukkig wordt nu de gasmat vervangen. Dus we hebben nu geen Dat neemt u, dat was een toeval. En de vraag is of het vanuit een oogpunt van openbare orde ook zo prettig is. Want mensen gaan natuurlijk gewoon naar andere locaties en gaan lopen door de stad. Ja. En het is wel onze grootste protestruimte. Ja. Ja. Kunt u misschien uitleggen waarom het toeval is? De gasmat, zeg maar, dat die nu vervangen wordt. Oh, dat was al jaren gepland. Ja. Nou, ik denk niet dat iedereen dat weet. Dat was een beslissing die genomen werd door andere afdelingen, waar ik niet de baas over ben, die onder een wethouder vallen. En de gasmat was in 20 jaar niet vernieuwd en liep daardoor heel veel schade op. En die moest vernieuwd worden. Het enige waar wij wel over mee beslist hebben,
is, doe je dat in twee keer, in het voorjaar en in het najaar met een tussenpoos, of doe je het nu in één keer? En toen hebben wij gezegd, doe het dan maar in één keer, want dan willen we graag dat op het moment dat alles weer mag, dat mensen ook voluit gebruik kunnen maken van die grasmat. Want hoe lang duurt dat? Hoe lang moeten we nog wachten voordat we weer kunnen... Ik geloof eind juni is het klaar. Oh, oké. Okay. Maar de gemeente Amsterdam kennende... zou het wel eens wat langer kunnen. Ja, een beetje zoals de Vijzelstraat hier. Zo te lang. Ja, daar moeten we ook wel last van hebben, denk ik, toch? Die Vijzelstraat. Ja, vooral 's nachts. Ligt al eeuwen. Er zit een generator zo net op de hoek. Oh. Die eigenlijk al sinds ik hier woon 's nachts aanstaat. Het zou ook niet even goed geïsoleerd zijn hier. Nee, het is een oud gebouw. Ja. Hè? Dus ja. daar is best nog wel een inhaalslag te maken. Ja. bent u, als u hier zo zit, voelt u zich dan prettig ook gewoon in uw werk? Nou, het blijft toch altijd wel iets heel onwezenlijks hebben. Ik bedoel, wij zitten hier natuurlijk in een half museum. Ja. Ik geloof ook dat het allemaal eigendom is van het Amsterdam Museum. Dus als het huis verkocht zou worden of teruggegeven aan... Dan verdwijnt alles hier. En bovendien, ik woon hier niet. Hè? Ik werk hier wel. Mm-hmm. Maar wij wonen op zolder in de oude dienstbodenvertrekken. Mm-hmm. Nou moet je je niet voorstellen dat het heel armoedig is. Ik bedoel, wij wonen goed. Ja. Maar dat ziet er wel heel anders en moderner uit. Ja. En ja, het is... laat ik het anders zeggen. Je bent je altijd wel heel erg bewust van het ambt. Als je hier rondloopt. Maar soms, denk ik, mag het van mij ook wel iets minder plechtig. Ja, als we het over wonen hebben. Wij studeren hier, maar heel veel mensen die hebben ook last van de huizenmarkt hier in Amsterdam. En... Hoe kan het nou eigenlijk dat in Amsterdam de huizenmarkt zo benard is? Dat de prijzen zo hoog zijn, dat het zo lastig is om iets te vinden? Omdat Amsterdam een hele populaire stad is, dat als eerste. En ook een internationaal aantrekkelijke stad. En wij natuurlijk de afgelopen jaren hebben gezien dat de stad heel snel groeide. Ook in inwonertal is het de afgelopen jaren heel erg snel gegroeid. Daarbij is er zijn de huizenprijzen enorm gestegen. Ja. En dat leidt ertoe dat met name voor starters de markt slecht toegankelijk is. Er wordt in Amsterdam ongelooflijk veel gebouwd. Meer dan waar ook in het land. Bijna 7.000 of 8.000 woningen per jaar. Maar het is bij lange na niet genoeg. Ja, ik vind dit is wel een grappige anekdote. Kan u zich nog het pyjama-protest herinneren? Van eind 2019? Ja. Dat hier 500 studenten voor de deur pyjama stonden. Ja, ik heb dat georganiseerd. Oh, echt waar? Ja, dat was een leuk protest. Ja, het was gewoon een heel vreedzaam... Ik heb daar ook tussendoor gelopen. Ik heb u niet gezien. Ja, maar ik was er wel. Serieus? Ik ben er wel geweest. Ja. Oh, wij dachten, we hebben nog een manifest voor de deur in een schoen van... Ja, misschien vergis ik me, want er zijn zoveel protesten. Elke week een pyjama-protest is heel bijzonder. Dit is er niet één die je mag vergeten. Maar weet u nog waar dat een beetje over ging? Want dat ging ook over de huizenmarkt, maar... Nou, je verraadt het al. Dus het ging over de huizenmarkt. Maar het ging over de HVV, zeg maar, die huisvestigingsverordening van Laurens Ives. Oh ja. Ja, ik weet het weer. Ja, want die regeling ging over verkamering. Is dat iets waarvan u denkt waar u ook achter staat of niet? Maar is dat iets wat... Oh jongens, dan moet ik echt heel erg diep in mijn geheugen graven. Nee, dat begrijp ik wel. Ja, weet ik niet meer precies of ik daar, hoe ik daarin stond. Misschien is het wel cryptisch om dat nu te bespreken. En bovendien moet ik altijd mijn wethouder steunen. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Maar het is wel heel lastig, omdat als je als student hier gaat wonen... dan kom je eigenlijk nooit aan een sociale huurwoning. En dan ben je dus toegewezen op de vrije marktsector, die ontzettend duur is. Dus of moet je uitwijken, of je moet echt aan de buitenranden of een dure kamer zitten. Maar het lijkt me toch dat studenten heel belangrijk zijn voor de stad, voor de levendigheid. Ja. Dat is ook zo. Dat is ontzettend belangrijk. Kijk, wat we bijvoorbeeld willen... is dat er in de binnenstad weer veel meer toegankelijk wordt. Er staat natuurlijk heel veel leeg. Veel bovenwoningen staan leeg. En waar wij vooral heel erg hard mee bezig zijn... is Airbnb terugdringen. Ja. Want dat is denk ik een van de belangrijkste redenen... waarom studenten weinig plek... omdat natuurlijk het voor veel vastgoed en veel huiseigenaren... gewoon aantrekkelijker is, financieel aantrekkelijker... om het via Airbnb te verhuren. Maar dan komt wel je stad leeg te staan. Komt natuurlijk ook door de toeristen. Ja. Op een gegeven moment als corona weer allemaal een beetje voorbij is... en toerisme weer normaal wordt... heeft u dan ook een plan voor een andere aanpak? Van gaan wij weer zo extreem toeristen lokken... zoals we dat misschien eerst hebben gedaan?
Of gaan we dat compleet anders aanpakken in Amsterdam? Ja, daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Al tijdens corona, en dat doen we samen met het bedrijfsleven en met horeca en anderen. Is wel om te kijken of we de snelheid van de groei van het toerisme wat kunnen afremmen. Maar het wil niet zeggen dat we toeristen gaan tegenhouden. Ja. Want Amsterdam is internationaal. En ik vind ook dat internationale reizigers gewoon de schoonheid van de stad en zijn musea, en maar ook zijn clubs moeten kunnen zien. Ja. En wat we wel heel graag willen, dat is een ander soort toerist gaan trekken. Ja. En dat zijn niet alleen rijke toeristen. Je moet je eigenlijk voorstellen, wat ik het liefst zou zien komen, dat zijn jonge backpackers. Die komen omdat de stad spannend is. Omdat we clubs hebben, horeca, omdat je hier graag wil zijn. Omdat er cultuur is die spannend is. En dat die dan 20 jaar later met hun gezin opnieuw terugkomen en dan in een goed middenklasse hotel gaan zitten. Ja. Of af en toe voor een zakelijk congres. Maar wat wij natuurlijk de afgelopen tijd heel veel hebben gezien, dat zijn alle budgetvluchten die dan grote groepen, nou, noem eens wat, Ieren hier naartoe halen, die al dronken zijn voordat ze op het vliegtuig stappen, die dan hier anderhalve dag komen. Alleen naar Kentucky Fried Chicken gaan, verder in een coffeeshop zitten, kotsen in de gracht. Ja. En soms een hele goedkope Airbnb, maar vaak helemaal niet in een hotel zitten. Daar, want dus gewoon doorhalen. Daar wordt de stad niet, daar heeft onze middenstand heeft daar bijvoorbeeld niks aan. Maar het leidt er ook toe dat, ja, ik weet niet waar jullie wonen in de stad. Oud-West. Oud-West? Ik woon in de Pijp. In de Pijp. Nou, hoe vaak gaan jullie uit op de Wallen? Nooit. Maar ik voel me daar ook helemaal niet thuis. Ik voel me daar heel onveilig ook. Ja. En wat je eigenlijk wil, dat is dat mensen als jullie weer denken, die binnenstad is van mij. Ja. Daar zitten ook kroegen waar ik ook graag naartoe ga, waar ik het leuk vind. Want het is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat de meeste Amsterdammers, ik heb een groot deel van de afgelopen jaren in Oost gewoond. Ik kwam er nooit. Nee. Echt nooit. Je fietst er altijd omheen. Ja. Je kan er niet eens fietsen. Maar dat lijkt me wel lastig, want volgens mij, uit een onderzoek wat ik had gelezen, is dat 30% van de toeristen onder de 25 bezoekt een prostituee in Amsterdam als ze Amsterdam bezoeken. Die cijfers ken ik niet, want wij hebben ook onderzoek laten doen. En met name naar dit soort cannabistoeristen of drugstoeristen of hoe je ze ook zou willen noemen, die zeggen dan wel, ze komen allemaal voor de coffeeshops. En 40% zegt dat ze niet meer of minder komt als ze geen toegang meer zouden hebben. Ja. Maar op de vraag, ga je naar sekswerkers? Zeggen ze allemaal nee. Ik denk dat dat niet klopt. Oh, maar dit was uit dat onderzoek van op die I Amsterdam website. Nou ja, in ieder geval, we kunnen het Dat moet je me even doorsturen, want dat wil ik wel kennen. Maar eigenlijk, in ieder geval, of ze het nou zeggen of niet, het gebeurt natuurlijk wel. Ja. En als je aan de gemiddelde Amerikaan vertelt dat je uit Amsterdam komt, uit Nederland, zeggen ze, is inderdaad the capital of Amsterdam. Weet je, mensen kennen Amsterdam meer dan Nederland. Dus hoe wil je dat dan anders gaan aanpakken? Hoe kan je dat? Hoe kom je van dat imago af? En trek je inderdaad die backpackers Dat wij de capital zijn geworden van sex en drugs. Dat komt ergens uit voort. Dat komt eruit voort dat wij hier altijd een hele vrije mentaliteit hebben gehad. Amsterdam heeft natuurlijk vooral ook de naam om een stad te zijn die tolerant is, waar je jezelf kan zijn. En dat wil je ook niet weggooien. Wel dat allerlei jongeren denken dat je hier moreel even met vakantie kan gaan en dat je hier het gedrag kan vertonen dat je thuis nooit in je hoofd zou halen, dat is wat minder de bedoeling. Maar waar wij wel heel trots op zijn en wat niet overboord mag, we hadden de eerste Pride wereldwijd. Weet je, dus wij zijn ook de stad van heel veel subculturen, waar je echt jezelf kan zijn. We staan in een lange traditie van godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting. En ik wil dat die elementen van vrijheid in Amsterdam weer meer naar voren komen. Dat als je naar Amsterdam komt, dat je denkt, ik ga wel naar een van de meest vrije steden in de wereld. En ik wil zien wat ik daarvan terugvind. Ja, ja. Maar hoe bevorder je dat dan, dat gevoel? Nou, voor een deel gaat het erom door de rem te zetten op het gedrag dat je niet meer wil. En voor een deel door samen met bedrijfsleven en samen met anderen op een andere manier reclame te gaan maken voor je stad. Kijk, Amsterdam is, vind ik, maar ik ben natuurlijk ook trots op de stad, is ook een state of mind. Net zoals New York dat heeft.
En het is die state of mind dat je allemaal avant-gardes in de stad hebt. Dat je de hipste clubs hier kan vinden. Dat je allemaal galerieën hebt, werkplaatsen. Dat is wat je ook weer meer vooraan wil gaan zetten in de etalage. En ik denk, maar ook bijvoorbeeld, weet je, Nederland stond er vroeger altijd onbekend. Dat je, er waren goede redenen om naar Nederland te gaan, maar het eten was er niet één van. Ja. Als je ergens slecht had, was het in Nederland. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Amsterdam heeft een keuken die ook internationaal steeds meer bekend wordt. Nou, dat soort dingen wil ik graag. We hebben de meest fantastische musea. Ik bedoel, daar kunnen we echt zo waanzinnig trots op zijn wat we hier hebben. Ik bedoel, we zijn UNESCO-erfgoed. Ja. Dat over dat eten. Nou, ik kan nog wel zo'n paar dingen noemen. Over dat eten, dat herken ik nog niet helemaal. Want in de binnenstad word ik overdonderd door de Argentinian steakhouses en de Nutella. De stroopwafelwinkels. De stroopwafelwinkels, Dolce en Gelato en weet ik wat allemaal. Compleet inwisselbaar. Daar zijn we mee. Sorry dat ik je onderbreek. Maar daar zijn we ook heel erg mee bezig. Ja. Door meer en meer ons te bemoeien met welke winkels willen we in de binnenstad. Ik bedoel, hoeveel souvenirwinkels kan een stad aan? Hoeveel stroopwafelwinkels heeft een mens nodig? Dus langzaam maar zeker grijpen we daarop in. Ja. En proberen we daar een grotere variatie in het winkelaanbod terug te brengen. Nou, ook bijvoorbeeld in het soort horeca dat je graag in de binnenstad wil hebben. Maar doe je dat dan op basis van bijvoorbeeld uitzoeken of zij daar wel op een legale basis zitten? Want ook. Volgens mij zijn de cijfers ook dat meer dan de helft, of in ieder geval ruimweg de helft van die horecazaken zijn gefinancierd door duister geld. Is daar grip op? Nou, het ligt iets voorzichtiger dan jij het nu zegt. Wij hebben onderzoek laten doen. Ja. Waarbij bleek dat bijna 50% van de Amsterdamse horeca, dus niet alleen in de binnenstad, onderhands is gefinancierd. Ja. Maar dat kan ook gewoon een rijke oom zijn. Dus dat is niet per definitie crimineel geld. En van die 50%, dacht ik, was bijna een kwart. Of de helft van die 50%, daar waren criminele antecedenten. Dus wat wij doen, is steeds meer onderzoeken. We willen natuurlijk toch dat men de hete adem in de nek gaat voelen. Dus wij doen veel vaker onderzoek naar criminele antecedenten. Zitten daar meer op bovenop. Sluiten vaker winkels als daar sprake is van crimineel geld. Maar een deel waar jullie, hoe jullie daar controle op hebben, is via vergunningen. En dan doen jullie nu vooraf eigenlijk al een onderzoek in plaats van als er een verdenking is. Maar bijvoorbeeld bij detailhandels is dat niet zo. Nee. Dus daar heb je dan de toeristenwinkeltjes, daar heb je dat niet. En als een vergunning volgens mij wordt, als een zaak wordt doorverkocht, wordt er ook niet zo'n onderzoek gestart. Nee, maar wij hebben die bevoegdheden uitgebreid. En dat betekent dat ik bepaalde branches, straten en delen van wijken in die zin wel vergunningplichtig kan maken, waardoor je die onderzoeksbevoegdheden krijgt. En we maken nu bijvoorbeeld de hotelbranche, die was in Amsterdam ook niet vergunningplichtig. Die gaan we vergunningplichtig maken. En waarom doen we dat? Niet omdat we inderdaad van veel bureaucratie houden, maar op het moment dat er een vergunning aangevraagd wordt, kunnen wij, en dat heet een bio-onderzoek, dan kunnen wij onderzoeken of er criminele antecedenten zijn. Ja. Dus je noemt jullie zijn natuurlijk rechtenstudenten. Nee, dus ik niet. Ik merk wel dat ik een beetje voorzichtig ga zijn. Ik denk, straks weten jullie er meer vanaf dan ik. Nee, ik denk dat dan mee wat. Dit is gewoon meer iets wat ik zelf zie. Mijn moeder die woonde vroeger achter de Oude Hoogstraat. Dan moest ik echt door de ijswinkels en door de ratten die daar doorheen kruipen heen wandelen toen ik gewoon naar huis wandelde. Ja. Dus dat is gewoon iets wat ook gewoon uit mijn eigen nieuwsgierigheid. Nou ja, kijk, weet je wat ik wel een dilemma vind? Amsterdammers hebben een goed vermogen tot klagen. En wij proberen met name ook de drugseconomie enorm terug te dringen. En de ondermijning waarmee dat gepaard gaat. En tegelijkertijd, het is wel een grote stad. En je moet hem ook niet dood willen regelen. He, dus het is ook niet zo dat je alles in regels moet en willen kunnen gaan vangen. En daar loop je een beetje tussen te zoeken. Hoe kun je zorgen dat ook het vrije ondernemerschap, het sociale leven wel zijn loop kan hebben. En je tegelijkertijd zorgt dat de echte misdaad eruit gehaald kan worden. Maar je weet toch heel slecht kun je in kaart brengen wat nou precies crimineel is en wat niet. Maar dat is heel moeilijk. En als je dan al iets weet en weet je nooit of je het helemaal hebt gezien,
En, maar hoe ga je daar dan een afweging in maken van... Hey, deze wel hier en die gaan we niet. Meer bureaucratie opzetten of niet? Nou, het vergt heel veel politieonderzoek. En dat doen we. En niet alleen politie, ook FIOD, Belastingdienst, inspecties. Die zijn allemaal verzameld in wat het RIEK heet. Regionaal... Integraal iets. Integraal gaat, zoiets, ja. Het is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal organisaties... die informatie verzamelt. Want wij kunnen natuurlijk niet zomaar iets gaan sluiten... als we niet gewoon harde aanwijzingen hebben. Ja. En terecht. Want anders zou er willekeur gaan heersen. Maar dat betekent wel dat je als overheid... natuurlijk altijd een beetje achter de feiten aanloopt. Ja. We hebben over 2 weken een interview met John Jansen... sectiehoofd van de recherche hier in Amsterdam. Okay. Dus dan gaan we het over ondermijning hebben. Dan zou ik hem maar eens goed aan de tand gaan voelen. Ja. We hadden net over de huizen en wat wij en de verschillende wijken die je hebt. En dat ze eigenlijk niet in de wallen willen komen, omdat het eigenlijk niet zo gezellig is. Je ziet in Amsterdam dat het ook best wel gesegregeerd is. Ja. In Nieuw-West heb je veel Turks en Marokkaanse. In de Bijlmer veel Surinamers, Antillianen. Ja. Heel veel rijke buitenlanders die wonen ook in Museumkwartier. Vier in de grachten. Ja, precies. Vindt u dat een probleem? Ja, ik vind dat een probleem. Kijk, ik denk dat de kracht van Amsterdam altijd is geweest... dat we een redelijk gelijkmatige bevolkingsopbouw hebben gehad. Arbeidersklasse, middenklasse, meer rijkere klasse. Je ziet, 1, dat de middenklasse de stad dreigen te verlaten. Dus als je naar inkomensopbouw gaat, dat is een groot probleem. Dat zijn onze agenten, ons verplegend personeel, leraren... Dat is een groot probleem. En daarbij zie je dan als tweede, en dat is wat jij bedoelt... dat er ook naar kleur, naar etnische achtergrond... grotere tegenstellingen in de stad dreigen te ontstaan. Dat is voor de maatschappelijke vrede, is dat niet goed. Maar het is eigenlijk gewoon voor niemand goed. Want wat zo'n stad natuurlijk toch ook leuk en spannend maakt... is dat je mensen ontmoet in een stad... die je, laten we zeggen, daar waar je bent opgegroeid, minder snel ontmoeten. De stadslucht maakt vrij. Dat gaat er natuurlijk ook echt over. Dat je hier in aanraking komt met allemaal mensen... die ook spannend en echt anders zijn. Als iedereen opgesloten raakt in zijn eigen deel... waarbij het meest zorgwekkend is... dat bijvoorbeeld mensen die in Nieuw-West wonen of in Zuidoost... daar wonen omdat ze geen toegang hebben tot de rest van de stad. Door de huizenprijzen, door kansen die ze in het leven hebben. Dat vind ik het meest zorgwekkend. De segregatie die daarmee gepaard gaat, naar kleur, naar etniciteit... ja, die moet echt volle aandacht hebben. Het is slecht voor de stad, het is slecht voor al onze inwoners. Ja. En ook hoor voor de bevoorrechten hier in de binnenstad... die daarmee ook in een bubbel terechtkomen, die ook niet stads is. Ja. Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe probeert u dat te veranderen? Wat wij vooral doen is... samen met het college een masterplan Zuidoost gestart. Dat is naar voorbeeld van Rotterdam. Daar heb je het Nationaal Programma Zuid. En dat betekent dat wij nu voor Zuidoost hebben gezegd... en dat doen we samen met de inwoners, met ondernemers... met het bedrijfsleven zit er ook in... dat we voor 20 jaar gaan investeren in de wijk. En ons daar ook echt heel erg aan verbinden. Werkgelegenheid, verbetering van het onderwijs. Want uiteindelijk zit het er vooral in... dat de mensen die in Zuidoost wonen, dat de mensen die in Nieuw-West wonen... daar werkelijk uit vrije keuze wonen. En niet omdat ze er moeten wonen. En dat waar je ook woont in de stad... je dezelfde kansen hebt in het leven. Nu weten we bijvoorbeeld dat in Zuidoost... het onderwijsniveau zo ongeveer het laagste van het land is. Terwijl wij in een aantal andere wijken... zo ongeveer het hoogste onderwijsniveau van het land hebben. Want we hebben ook heel veel gymnasia. We hebben heel veel... Ja. En dat is bepaald niet omdat de kinderen in Zuidoost dommer zijn... dan in andere delen van de stad. Maar omdat het onvoldoende aanwezig is in kansen, in begeleiding... Ja, daar moet je echt wat aan doen. Er is net het eerste gymnasium is geopend in Zuidoost. Ja, was dat. Ja. Leuk. Ja. Ik heb een tijdje in Zuidoost gewoond en toen merkte ik heel erg dat ik... ik was een van de weinige blanken daar, mensen. Ja. En dan ben je daar ook heel bewust van. Dus dat is heel anders. Dus ik denk dat het ook heel goed is als je dat meer gemêleerd is. Maar dat wilt u vooral eigenlijk veranderen door onderwijs. Je zo goed hoor. Nee, niet alleen. Ik bedoel, onderwijs,
woningbouw. Er moet gebouwd worden in Zuidoost. Door natuurlijk ook gewoon de orde te handhaven. Hè, te zorgen dat de misdaad daar vermindert. Want misdaad is soms de uitkomst van sociale ongelijkheid. Hè? Dus je bedoel, je ziet het is. Maar het is ook een oorzaak. Ja, als er in een, op een plek heel veel misdaad is, dan gaan alle mensen die het zich kunnen veroorloven, gaan weg. En worden de kansen van de mensen die achterblijven nog kleiner. Dus het is ook ordehandhaving, het is werkgelegenheid. Zorgen dat er meer werk komt, ook op verschillende niveaus. Een van de klachten bijvoorbeeld van veel jongeren in Zuidoost is dat er heel weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Dus stel dat je ateneum hebt gedaan, je wil gaan studeren, dan zie je dat er vooral banen zijn in Zuidoost op een zeker niveau en zijn je stijgingsmogelijkheden te klein. Dus ook dat verdient heel erg veel aandacht. Maar je kan ook reizen of werken ergens anders in de stad is vrij makkelijk. Ja, tuurlijk. Dus werk lijkt me toch niet het eerste waar je dat, wat je dan aanpakt? Nou, voor heel veel mensen is het ook heel belangrijk dat werk dichtbij is. En dat het, want het is namelijk wel voor veel mensen ook een reden om ergens te willen wonen. Ja. Kijk, Zuidoost heeft een andere kant. Want jij zegt, ja, er wonen heel veel zwarte mensen, dat klopt. Er is geen stadsdeel in Amsterdam dat zo'n sterke eigen identiteit heeft. En ook zo'n trots daarop heeft. En dat is ook heel leuk aan, aan Zuidoost. Ja. Als je naar de winkels kijkt, de markten die daar zijn. En dat wil je niet vernietigen. Dus wat je eigenlijk wil, dat is dat het gevarieerd wordt naar opleidingsniveau, naar sociale kansen, dat er ook anderen bij komen. Maar niet dat dat ertoe leidt dat de mensen die nu wonen eruit gedrukt worden omdat de wijk te duur wordt. Dus je wil dat ook behouden. Ik heb in het verleden wel eens gezegd, eigenlijk hoop ik dat Zuidoost ooit het Brooklyn van Amsterdam wordt, maar dan zonder de huizenprijzen. Nou ja, ja. Maar dan moet je dus wel flink blijven doorbouwen. Ja, er zal gebouwd moeten worden in Zuidoost. En er moet echt ook stevig geïnvesteerd worden. En wat heel belangrijk is, is de inwoners van Zuidoost, die hebben heel vaak het gevoel gehad dat er over hen beslist wordt en dat ze niet meedoen. Dat ze wel voor de politie verdachten kunnen zijn, maar geen bondgenoot. Dat de politie niet aan hun kant staat. Dus ook in het vertrouwen in de overheid, in het gevoel dat de overheid er ook voor hen is en naar hen luistert, zal er de komende jaren echt heel veel moeten gebeuren. Ja. Ja. Is dat ook uw toekomstvisie dan? Dat u dat heel graag wil? Ja, toen ik aantrad, toen heb ik bij mijn aanvaardingsspeech. Jullie hebben je voorbereid. Ja, heb ik ook gezegd dat ik me verbond aan de kwetsbaarste delen van de stad. En dat het voor mij onaanvaardbaar is dat er een Amsterdam binnen en een Amsterdam buiten de ring is. Ja. Dus ja, dat ervaar ik als een heel belangrijke opdracht. En dat heeft ook een ander element. Het zijn ook, bijvoorbeeld Nieuw-West is het meest kinderrijke deel van onze stad. Ik wil dat de jongeren die daar opgroeien ook echt trotse Amsterdammers kunnen worden. Zich gewaardeerd voelen, weten dat ze erbij horen. Dat ze deel uitmaken van de geschiedenis van onze stad. Nou, dat vergt wel dat we veel belangstelling hebben. U had het net al over die Amsterdamse state of mind. Ja. Wat is zeg maar de beste manier om daar dan, om ervoor te zorgen dat, of je nou binnen of buiten de ring woont, of in Nieuw-West of in een ander deel van de stad, dat iedereen diezelfde state of mind heeft. Dat lijkt me best wel een lastige taak voor als burgemeester. Nou, kijk, het kenmerk aan Amsterdam is dat niemand ooit dezelfde state of mind zou krijgen. Ik bedoel, het is ook gewoon een lokale samenleving waar het schuurt en wringt en waar mensen het heftig met elkaar oneens zijn. Maar wat wel kenmerkend aan Amsterdam is, is dat wij altijd op een heel overwegend vreedzame manier daar ook uiting aan weten te geven. Ik bedoel, het is een hele levendige stad, hè, waar veel discussies. Ik bedoel, je hebt volgens mij evenveel Amsterdammers als je meningen hebt. Ja. Zo ongeveer. Ik denk meer meningen nog. Waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk. Twee keer zoveel meningen als Amsterdammers. Ja. En, maar wat je wil is dat mensen. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik wil wel dat wij. Ik heb een mooi voorbeeld. Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik was toen ik nog niet zo heel lang hier aan het werk was, ging ik met een groep basisschoolleerlingen uit Zuidoost naar het Amsterdam Museum. En het waren allemaal zwarte kinderen.
En we stonden daar en we stonden een beetje uit te leggen. En toen stelde ik ze de vraag... wie van jullie komt hier later te hangen? Dus niet wie van jullie komt hier later ook op bezoek... maar wie bepaalt de toekomst van de geschiedenis van Amsterdam? Hè? Wie is En hun mond zakte open. Nou zal het misschien bij kinderen sowieso niet snel opkomen... maar ik weet ook zeker dat er basisscholen zijn... waar kinderen grootgebracht worden met het idee dat ze later belangrijk worden. Dat ze een belangrijk aandeel in de economie en in het maatschappelijk leven krijgen. En dat was bij die kinderen nog niet geland. En dat is natuurlijk waar de opdracht ligt. Ja. Dat ongeacht waar je woont en waar je opgroeit... je het gevoel krijgt dat je ertoe doet. Dat je gezien bent en dat je van belang. En dat betekent ook dat wij na moeten denken... over het verrijken van onze geschiedenis. En we hebben meer aandacht voor de slavernijgeschiedenis... migratiegeschiedenis, maar ook bijvoorbeeld... de geschiedenis van sociale bewegingen in de stad... moet meer aandacht krijgen. Voor de homobeweging, de vrouwenbeweging. Zodat ook jongen... En ook niet alleen dat. Ook bijvoorbeeld een van de mooiste geschiedenissen in de stad... vind ik de geschiedenis van Floradorp. Floradorp is in Noord. Dat is een prachtig klein wijkje waar oude arbeidersbevolking woont. Sterk op elkaar gericht, kennen elkaar ook allemaal. Eens per jaar laten ze nadrukkelijk van zich horen. Als we de kerstboomverbrandingen hebben met oud en nieuw. Dat vinden ze niet leuk of vinden ze dat wel leuk? Ja, okay. Ja, dat is een heel belangrijk ritueel. Maar ik vind ook bijvoorbeeld dat hun volksgeschiedenis veel meer aandacht mag krijgen. En ik denk dat Amsterdam daar de komende jaren... ook zeker in de opbouw naar ons 750-jarig bestaan... eigenlijk onze geschiedenis moet gaan uitbreiden. Zodat we als we in 2025, 750 jaar bestaan... niet alleen de geschiedenis van de Gouden Eeuw... en van onze patriciërs en onze elites en onze grachten vieren... maar ook onze volksgeschiedenis. Ja. Waardoor onze jongste generaties ook kunnen denken... dat is mijn stad. Ja. En ik bouw daaraan mee. Ja. En wat is dan... Dat is natuurlijk een prachtige mijlpaal, die 750 jaar. Ja. En als wij daar dan eenmaal zijn... wat is dan voor u het perfecte plaatje van Amsterdam? Wat is iets wat u dan tegen die tijd echt neergezet wil hebben? Van wat is nou het utopisch Amsterdam voor u? Nou, dan zou Amsterdam af kunnen zijn. En wanneer is Amsterdam af? Ja, Amsterdam mag helemaal niet af zijn. Nee. Ik bedoel, wat natuurlijk hoort bij een stad... is dat die elke dag verandert. En dat die blijft veranderen. En dat die periodes van instabiliteit kent. En periodes van krimp en ellende. En er dan weer bovenop klimt. En ik denk wel dat ik... als ik er dan nog zit... wat weet ik niet... dat dan... ja, dat ik wel hoop... Nou, ik hoop dat we het internationale imago van Amsterdam... een beetje hebben kunnen bijschaven. Dat, ja, dat we ons als een hele trotse, historische... maar ook heel jonge stad kunnen presenteren. Hartstikke mooi. Morgen bent u op gesprek bij mevrouw Hamers. Ja. Ja. Wat gaat u daar vertellen? Dat is geheim. Dat is geheim. Ja, dat bespreek ik alleen met de informateur. Okay. Maar ik zit daar natuurlijk met een aantal andere burgemeesters... En we gaan het natuurlijk wel hebben over de toekomst van de steden. En de toekomst van het lokaal bestuur. Kijk, voor ons als steden moeten wij de komende jaren echt heel veel kunnen bouwen. Want wij moeten jullie andere plek kunnen bieden. Maar we moeten ook de kwaliteit van ons bestaan kunnen bewaken. Wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind... We hebben natuurlijk het plan om eigenlijk een nieuwe stad te gaan bouwen. Aan Amsterdam vast... Havenstad. 70.000 woningen. Mm-hmm. Maar als je dat goed wil doen... en je wil dat dat eigenlijk ook lijkt op hoe we vroeger gebouwd hebben... Hè, hoe de rivierenbuurt en andere buurten zijn gebouwd... dan betekent dat bijvoorbeeld dat we 74 of dat we 70 scholen daar nodig hebben. Dat we sportvoorzieningen nodig hebben. Dat we buurthuizen, groen, parken, noem maar op. Want anders dan bouw je namelijk buitenwijken... zoals je ze uit andere grote steden kent... die geen kwaliteit meer hebben voor de mensen die daar wonen. En dat is kostbaar.
En daar moeten we samen met het Rijk over gaan praten. Ik bedoel, wij moeten investeringen doen. En wij moeten diep in onze buidel tasten op dit moment om onze stad er bovenop te helpen. Maar we kunnen dat niet alleen. Dat is uw boodschap morgen? Ja, ik denk dat voor mij is de belangrijkste boodschap is, mensen wonen niet aan het Binnenhof. Mensen wonen in steden, in dorpen, in gemeentes. En daar moet het leven de komende jaren kansrijk zijn. We zijn misschien wat minder rijk dan we voor corona waren. Maar mensen hebben hun hoop weer nodig. Hè? Die moeten het gevoel hebben dat ze hun kinderen het weer beter gaan krijgen. Dat ze vrij zijn. En dat moeten we terugbrengen. En dat zal gepaard moeten gaan met investeringen in gemeentes. Ja. Heeft u het idee dat Den Haag wat dat betreft een bord voor een kop heeft? Want we leven niet, we leven niet aan het Binnenhof, maar er is een compleet andere kant van de medaille in de steden waar de burgemeesters natuurlijk de scepter zwaaien. Nee, kijk, weet je, ik heb zelf veel te lang in de Tweede Kamer gezeten om nou met minachting te praten over de Tweede Kamer. Want ik weet hoe groot de dilemma's zijn waarmee je als landsbestuur en in de Tweede Kamer worstelt. En dat zijn soms ook anderen. Maar wat me met terugwerkende kracht wel eens verbaast, nu ik zelf in het lokaal bestuur zat, en waar ik me ook wel eens over schaam met terugwerkende kracht, was dat ik als Kamerlid ook te weinig wist van hoe het in de gemeentes er eigenlijk uitziet. Ja. En dat pleidooi, dat appel doe ik wel op ze. Kom vaker kijken, zie hoe het hier toe gaat. Zie bijvoorbeeld wat voor schaarste aan politie we hebben. En hoe wij lopen te worstelen om alle eindjes aan elkaar te knopen. Hoe ingewikkeld dat is. Eigenlijk is dat natuurlijk ook de manier waarop politiek eigenlijk georganiseerd hoort te zijn, toch? Je klimt van lokaal bestuur naar landelijk bestuur en dan weet je wat er aan de hand is, meestal, toch? Soms, maar een landsbestuurder heeft ook met internationale dilemma's te maken en te maken met Europese regelgeving. En dus nogmaals, weet je, het is niet zo dat ik zeg, jullie hebben een bord voor je kop. Dat vind ik echt, dat doet tekort aan de dilemma's die men heeft en aan de andere afwegingen die er ook gemaakt moeten worden. Ja. Maar kom wel vaker langs. Ja, want ja, ik dit vind ik ook wel. Ja, jullie woont natuurlijk nu in een prachtig huis hier in Amsterdam aan de gracht. Ziet u uzelf nog überhaupt uw hele leven in Amsterdam wonen? Ja. Ja? Ja, kijk, ik ben niet. Het is niet zo dat ik dacht, ik wil burgemeester worden. Hey, toevallig Amsterdam. Ja. Het is andersom gegaan. Ik ben een Amsterdammer. Ik bedoel, zoals de meeste Amsterdammers ben ik hier niet geboren en opgegroeid. Maar ik ben hier heel bewust komen wonen. En ik woon hier nu, 25 jaar. Ja, ik hou van de. Ja. En dus ik ben burgemeester hier geworden, omdat men mij dat toestond. Ja. Maar ik had het ook nergens anders willen zijn. Ja. Weet je, ja. Ja. Ik hou van deze stad en wat de stad uitademt, waar ze voor staat. Ja. Heeft u nog een boodschap voor de Amsterdammers, voor de studenten? Voor jullie. Voor ons? Relax. Kijk, mijn eigen kinderen zijn 17 en die zijn nog niet zo ver. Maar ik zie natuurlijk wel de druk die er op jullie ligt. Om heel snel te presteren, om snel banen te hebben. En ik weet dat corona die druk op jullie ook nog eens vergroot heeft. Nou, volgens mij zijn jullie van een generatie die 120 gaat worden. Om en nabij. Jullie worden allemaal oud. En jullie blijven daarbij ook naar verhouding nog eens heel erg lang gezond. Ik wist pas tegen mijn 29ste, 30ste wat ik wilde gaan worden. Uh-huh. Had een hoop gerotzooid. Denk niet dat je alles nu moet beslissen. Denk niet dat je je toekomst uitgestippeld moet hebben. Ja. Het leven biedt veel kansen. En je weet het niet precies. En neem je tijd. Neem ook vooral de tijd om vrij te zijn. Ja. Relax. Mooie, relax. Hele mooie boodschap. Ja. Dank u wel voor uw tijd. Ik heb leuk genoten om met jullie te mogen praten. Ik zou zeggen, kom nog eens langs. Nou, ja, hartstikke leuk. Ja.